eindelijk de mosquitolarve gaan zoeken. Oké, okay, maar voor we dat gaan doen, hebben we eerst wat dingen nodig. Zoals wat? Kunnen we ze niet meteen zoeken? Kom, we gaan het even bij elkaar halen. Oké, okay, let's go. Oké, okay, wat hebben we allemaal nodig? Oké, okay, dus de opdracht bestaat uit twee delen. Als eerste gaan we natuurlijk het in kaart brengen van de habitat. Ja. En daarvoor hebben we nodig een telefoon waar GlobeServe op staat. Ah, ja, die heb ik hier. Oké, okay, top. En dan een pipet. 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 Dit. Ja, dat werkt goed. Dit is helemaal top. Oké, okay. Daarna een fles of een plastic zakje. Flesje. Ja. Maar ik heb ook een plastic zakje. Alle twee? Laten we ze allebei meenemen. En dan natuurlijk ook nog een stift om op de zak te kunnen schrijven van welke locatie. Top, die heb ik ook. Oké, okay. Helemaal goed. Nou, als we dat hebben gedaan, dan kunnen we natuurlijk verder gaan naar de identificatie van de mosquitolarven. Daarvoor hebben we nodig een macrolens. Is dat dit? Ja, deze kan je dus heel handig op je telefoon plaatsen. En een tandenstoker of pincet? Ah, die heb ik allebei. Oh, oké. Okay. Nou, laten we ze gewoon allebei meenemen. Waarvoor heb ik die nodig? Nou, deze zijn heel belangrijk om bijvoorbeeld als je door de macrolens kijkt, kan je de mosquitolarf gewoon een beetje bewegen en op de plek leggen die je wilt. Ah, oké. Okay. En dan nog een wit plastic of papieren bord. Ja, die heb ik hier. Ja, want hier gaan we de mosquitolarven opleggen zodat je een mooie witte achtergrond hebt en zodat ze niet weggaan. Duidelijk. En papieren tissues, heb je die toevallig ook? Helemaal goed, die gaan we meenemen. Oh. Ik denk dat we een nieuwe moeten pakken. Ja, maar die hebben we wel, hè? Ja, oké. Okay. Nou ja, die hebben we nodig voor het geval dat het water van de mosquitolarven een beetje overal komt. Oké. Okay. En als laatste nog een plastic of glazen buisje als je de larven dus wat opslaan. Maar ja, dat is optioneel. Daar kunnen we ook de fles voor gebruiken. Ja, zeker. Laten we dat doen. Oké, okay, top. Let's go. Oké, okay, let's go. Oké, okay. Objecten met water. Objecten met water. Tel dit. Kijk, ik zie hier van alles, maar ik zie geen larven. Ik zorg er in ieder geval voor dat er geen larven in kunnen komen. En we gaan op zoek naar iets anders waar wel larven in zitten. Een autoband. Ah, het lijkt erop dat dit droog staat. Een vuilnisbak. Even goed kijken, even goed kijken. En ja, ik zie verschillende larven. Top, ik ga er even wat uitpakken. Kijken of we ze beter kunnen zien. Kijk, zie je ze goed? Oh, die zijn heel groot. Ja. Dus we hebben nu een object, vuilnisbak, gevonden vol met larven. Wat doen we nu met deze waterpot? Nou, we hebben in ieder geval wat larven verzameld. Die gaan we identificeren. Maar om er zeker van te zijn dat deze larven niet gaan uitkomen, gooi ik hem leeg. Zo. En dan ruim ik deze op, zodat hij niet weer vol met water kan lopen. En de larven zich hier weer in kunnen nestelen. Wij gaan ze verwijderen en ze identificeren. Dat in de Globe waarneming app zetten. En dan vragen we jullie om hetzelfde te doen. En hoe je de larven moet identificeren, dat staat ook uitgelegd in de app. Alles staat uitgelegd in de app en iedereen kan het doen. Dus als je vragen hebt, kijk vooral in de app. En dan kan jij het zelf ook. Dus open de app en de app spreekt voor zich. Dus open hem en help ons.